professionals. We zijn heel blij, want hier in Tilburg hebben we ook een hele enthousiaste en actieve lokale coalitie, Kansrijke Start. En we hebben twee sprekers uit die coalitie, Mariana Laus en Annelies Verheijen. Mariana Laus is programmaleider Kansrijke Start van Pilot Groenewoud in Tilburg. En Annelies Verheijen is zorgadviseur bij ETZ. En houdt zich daar ook specifiek bezig met geboortezorg, volgens mij. En Kansrijke Start, het stukje wat ETZ doet. Zij gaan een duo-presentatie geven over hoe het er hier in Tilburg voor staat. En waar ze vooral ook in de praktijk mee bezig zijn. Dus ik geef graag het woord door aan Mariana Laus. Ja. Dankjewel. Als ik de pointer van jou zou mogen krijgen. De pointer? Ja. Dankjewel. Alsjeblieft. Dankjewel. En even in aanvulling op jouw introductie staan Annelies en ik hier vandaag als collega projectleiders Kansrijke Start Pilot Groenewoud. Ook meteen als vertegenwoordiging medisch en sociaal domein. Goed, er is zojuist heel veel verteld, inhoudelijk, maar ook inderdaad een stukje monitoring. Er zijn gemeenten genoemd die meedoen als het gaat om Kansrijke Start. En Tilburg is daar absoluut een van de gemeenten in, een van de voorlopers, durf ik ook wel te zeggen. Dus vandaar dat wij jullie toch ook wel een klein stukje, voordat we echt die praktijk induiken, mee willen nemen van, goh, wat heeft zich de afgelopen jaren bij ons wat heeft er gespeeld? Hoe zijn wij tot de opgave waar we nu mee bezig zijn gekomen? Want wat wij heel erg belangrijk vinden in Tilburg is echt te doorgronden wat er werkelijk toe doet voor burgers. En wij hebben daarvoor gekozen om met elkaar echt het gesprek aan te gaan de afgelopen aantal jaren in de stad. Om te horen van inwoners wat er voor hen toe doet. Maar ook te horen van de professionals uit de verschillende domeinen wat belangrijk is. En niet enkel als informatieverstrekkers, maar ook echt als actieve deelnemers. Dat hebben we gedaan omdat we er echt in geloven dat je verandering enkel in gang kunt zetten door met elkaar aan de slag te gaan en niet door achter je computer ergens op een tekentafel te bedenken, goh, dit zal wel goed zijn. Nee, wij willen daar echt als kern die burgers en professionals stellen. Vandaar dat we ook, zoals jullie hier op de dia zien, vanuit die gesprekstafels ook bij drie opgaven zijn gekomen, die dus bedacht zijn door degene waar het om gaat. Het kind centraal en samen de klus klaren en goed ouderschap, want dat is wat ertoe doet. En vervolgens is er een strategische alliantie afgesproken tussen de gemeente en het ETZ, waarin als doel is om het welzijn en gezondheid van burgers te bevorderen. Daar zijn een aantal thema's in en een van die thema's is de Kansrijke Start Pilot Groenewoud. En dat is zoals Annelies en ik hier vandaag staan om jullie daar even heel kort in mee te nemen. En in de afsluiting zullen we daar ook een filmpje over laten zien. Misschien even belangrijk van, goh, waarom hebben we uiteindelijk voor Groenewoud gekozen? Nou goed, Atje heeft daar in haar presentatie heel mooi geduid. Hè? Waarom is het belangrijk om het liefst nog inderdaad voor de zwangerschap aan de slag te gaan en met elkaar het gesprek aan te gaan van, goh, hoe kunnen we dit kind een goede, een gezonde start bieden? Omdat waar je wiegje heeft gestaan bepaalt daadwerkelijk inderdaad de kwaliteit van jouw leven. En wij zien in Groenewoud, als ik toch maar even wat aantal cijfers mag noemen, dat 38% van de inwoners heeft moeite met rondkomen. En 37% ervaart echt bovengemiddelde stress bij opvoeding. En 14% er ook tijdens de zwangerschap. Dus dit is echt een wijk waar we met elkaar aan de slag mogen. Dat wil niet zeggen dat de juiste interventies hier er niet voor zijn. Want die zijn er daadwerkelijk. Maar wat we zien in deze wijk is dat de interventies die we hebben, nu niet zwanger is net een aantal keren genoemd, maar we hebben natuurlijk ook evidence-based programma's zoals voorzorg, zoals stevig ouderschap. Nou, zo kan ik wel even doorgaan. Daar ligt het er niet in. Dus die zijn er wel, maar maken mensen daar gebruik van? Nou, dat blijkt dus ook in deze wijk dat dat echt minimaal gebeurt. Omdat het een zeer gesloten wijk is en er zeer veel wantrouwen is
naar instituties, naar de overheid, maar dus ook naar de hulpverleners. Als ze een hulpverlener zien, is toch vaak eerst de gedachte van, goh, die gaat iets vinden van wat ik hier aan het doen ben en meestal iets niet vinden wat ik niet goed doe en uiteindelijk ben ik mijn kind kwijt. En dit verzin ik nu niet, dit zijn echte verhalen die wij uit de wijk terug horen. Dus wat wij met elkaar hebben aan het doen zijn nu ruim een jaar, is het gesprek aangaan met de inwoners, gesprekken hebben met de professionals gezamenlijk. En wij hebben daarin ook een bepaalde methodiek gekozen waarvan we eerst vanuit het hart werken om vervolgens met het hoofd te bedenken, oké, hoe gaan we dit nu realiseren? Dus opnieuw weer die inwoners centraal en met hen samen, met die professionals, want zij samen kennen de wijk het beste. En is hen faciliteren eigenlijk in het samen bedenken wat zou nou hier werkzaam zijn. Uiteindelijk met als doel, want we horen heel vaak, goh, de inwoners moeten betrokken worden. Maar wat wij echt ontdekt hebben, nee, we moeten ze eerst bereiken. En om te bereiken, daar is heel veel commitment en zorg en samenwerking voor nodig. Dus eerst bereiken en dan betrekken. En dat is iets wat wij eigenlijk vooral het afgelopen anderhalf jaren met elkaar hebben gedaan. En we zien nu ook dat de samenwerking dusdanig stevig is tussen inwoners, tussen professionals, verschillende domeinen, dat we met elkaar allerlei mooie creatieve ideeën worden bedacht van, hey, hoe kunnen we met elkaar toch eventuele drempels weghalen. Daar gaat mijn collega Annelies straks ook wat concreter op in. Maar dit is wel even wat we aan jullie voor nu wilden meegeven. Annelies, heb jij hier nog een aanvulling in voordat jij doorgaat? Nee hoor, nee. Nee? Oké. Okay. Geef ik jou het woord. Dankjewel. Op de volgende dia zie je dat er een aantal bolletjes staan, zeg maar, rondom de ouders en de kinderen. We hebben bewust ook de ouders en de kinderen van min 10 maanden tot 4 jaar. In Tilburg is het programma wat uitgebreid, niet tot 2 jaar, maar tot 4 jaar, in het midden gezet. Omdat dat is waar het allemaal om draait. En dat zij ook echt een belangrijke rol moeten spelen in alles wat er over hen en voor hen bedacht wordt. En daaromheen staan een aantal organisaties van GGD, scholen, een aantal de huisarts, het wijkteam, maar ook Renewed, het jongerenwerk. Dus eigenlijk van de nulde, eerste en tweede lijn zijn er partijen die meedoen, zeg maar, in die pilot en in het project. En door hun aanwezigheid daarin en hun samenwerking zie je ook dat hun samenwerking daarin ook heel erg groeit. Daaronder zie je ook dat er projectleiders zijn vanuit het sociaal en medisch domein. Dus we hebben twee projectleiders vanuit de GGD en ik als projectleider vanuit het medisch domein. En wij merken ook wel dat dat een bepaalde kracht geeft, ook omdat je gewoon net wat beter weet wat er speelt in beide domeinen. En we daardoor die samenwerking ook als projectleiders kunnen opzoeken. Ik wil daarbij benadrukken dat we natuurlijk de professionals zijn wat dat betreft enorm in hun kracht. En wij als projectleiders zijn vooral ook ondersteunend en faciliterend aan hen om te komen waar we tot nu toe al zijn gekomen. Dan zien we op de volgende dia dat we 3 projectideeën inmiddels hebben in Groenewoud. Nou moet ik daarbij uitleggen dat we met 3 projectideeën er natuurlijk nog niet zijn. Er lopen nog tal van andere gesprekken en er is ook zeker de mogelijkheid dat er nog andere projectideeën gaan ontstaan. Dat komt ook vanuit die Storyflow-methode. De professionals komen samen met de burgers vast en zeker nog weer op andere belangrijke initiatieven. Maar dit zijn de projectideeën waar in elk geval nu ook hard aan gewerkt wordt. Om te beginnen de speelwinkel, oftewel het huis in de wijk. Dat is een soort ontmoetingsplek die in de wijk wordt gerealiseerd. Of waar een wens is in elk geval om die te realiseren. Omdat dat maakt dat de bewoners en de professionals elkaar kunnen ontmoeten. Op een speciale plek, juist voor de aanstaande ouders en de jonge ouders. Waar de aanstaande ouders, jonge ouders elkaar kunnen ontmoeten. Maar ook de professionals zichtbaar zijn en de samenwerking tussen hen zichtbaar wordt ook voor de burgers in de wijk. Was een specifieke wens ook juist vanuit deze doelgroep. De doorlopende leerlijn seksualiteit.
Nou, die gaat meer ook over het preconceptionele stuk van de basisschool tot en met de middelbare school. En dan hebben we daarnaast MDO Groenewoud. Die zullen we wat verder ook uitlichten. Als je het hebt over MDO Groenewoud, moeten we een klein stukje terug in de tijd. Een anderhalf jaar geleden was het idee om een soort gezamenlijke intake te laten plaatsvinden. Een gezamenlijke intake aan het begin van de zwangerschap, dus samen met de intake ook die de verloskundige deed. Of ook een gezamenlijke intake tussen GGD en de kraamzorgorganisatie juist in de zwangerschap. Dat had wat hobbels en wat beren op de weg. En toen is men weer teruggegaan van oké, wat willen we eigenlijk en wat willen de burgers eigenlijk? Nou, het idee is voortgekomen destijds uit de behoefte vanuit juist die burger. Die zei ja, weet je, ik kom met al mijn hebben en houden, met mijn verhaal kom ik bij een verloskundige. Vervolgens kan ik mijn verhaal daar nog een keer doen. Ik moet bij de GGD hetzelfde verhaal vertellen en ik moet daar hetzelfde verhaal vertellen. Dat maakt dat zij dat doen ze niet meer op elke plek even goed en kunnen we dat niet anders organiseren. Nou, dus weer terug naar die kern gegaan en ook naar hoe kunnen we dat dan wel doen met elkaar. Nou, en toen is besloten om een MDO te gaan organiseren, een multidisciplinair overleg, waarbij Luna Vie, de kraamzorgorganisatie, aanwezig is, de GGD, medisch maatschappelijk werk, de toegang, dat is het wijkteam in Tilburg, Renewed als jongerenwerk, maar ook een verloskundige vanuit VAM. En daar wordt nu sinds een aantal maanden één keer per maand elke zwangere besproken die uit de wijk komt. En dan de zwangere wordt besproken met haar casus en gezamenlijk wordt door deze experts, zo ben ik ze gaan noemen, bedacht welke mate van kwetsbaarheid speelt er dan bij deze specifieke zwangere. En daarvoor gebruiken we ook de definitie die in Rotterdam is ontwikkeld, die Atja net heeft laten zien. En je ziet nu in de afgelopen maanden gebeuren dat het elkaars taal spreken, waar Atja natuurlijk ook aan refereerde, dat echt een proces is wat aan zich aan het ontwikkelen is. De groep is steeds groter geworden. Aanvankelijk zaten de toegang en het jongerenwerk zaten er niet bij. Die zijn daarbij gekomen. Ook zij brengen weer een andere taal met zich mee. En je merkt dat ze daarin gewoon wat beter op elkaar ingespeeld raken. Dat je vanuit de screening die je als verloskundige in het begin van een zwangerschap doet, dat je daar beter op kan anticiperen. Dus dat je bewustwording creëert van nou, wat doe ik er dan verder mee? Welke doorvragen zou ik eventueel nog kunnen stellen? En andersom ook wel vanuit sociaal domein wordt er meer inzichtelijk wat er precies gebeurt in het medisch domein. Dus dat vertrouwen in elkaar, dat groeit enorm. De lijntjes groeien ook, of tenminste ze worden steeds korter. Men weet elkaar te vinden. En daar komt dan ook uit voort dat die gezamenlijke intake, zoals die aanvankelijk wat beren op de weg had en best ingewikkeld zou zijn gebleken, die komt ineens spontaan op. Dus zodra je een casus met elkaar bespreekt en zegt van goh, nou dit zou nou eigenlijk iemand zijn waar we gewoon samen naartoe moeten gaan, zeggen GGD en de kraamzorgorganisatie dan. Dus dat wordt de schotten worden beslecht, zeg maar, tussen de verschillende organisaties. Waarbij je ook dat vertrouwen wat er in elkaar is gegroeid en ontstaan is. Men zegt ook, weet je, dat is de uitstraling die wij richting de wijk ook bieden op dit moment. Zodra wij meer met elkaar gaan samenwerken en we het niet hebben over die medewerker bij Renewed of die verloskundige van VAM, maar elkaar bij wijze van spreken al gewoon letterlijk bij de voornaam noemen en elkaar makkelijker kunnen bereiken. Ook dat helpt in het vertrouwen voor de burger en het makkelijker ook bereiken van die burger met het aanbieden van zorg. Tegelijkertijd geven zij ook aan, en hebben we toevallig afgelopen week ook nog een soort korte evaluatie gehad, dat vertrouwen ook echt iets is waar ze de tijd voor moeten krijgen om dat met elkaar op te bouwen.
Tilburg heeft er heel specifiek voor gekozen om, om wijkgericht te werken. Doen dat overigens met meerdere thema's, maar dus ook met kansrijke start. En er wordt nu voorzichtig ook vooruitgekeken van nou, hoe kunnen we dat op termijn uit gaan rollen over de rest van de stad. En wat je dan de professionals afgelopen week ook hoort zeggen is, goh, zij moeten eigenlijk hetzelfde mogen doen als wij. Want doordat wij nu zo met elkaar in gesprek zijn geweest, hebben wij dat vertrouwen richting elkaar gevonden. En dat is echt een groeiproces waar we rijker van zijn geworden. Dus wat jij inderdaad ook aangaf van de gesprekken in Eindhoven kunnen niet gekopieerd worden naar Tilburg, zou ik bijna willen zeggen, zelfs wijk voor wijk zijn er wel processen die je nog met elkaar zou mogen doormaken om gewoon echt die samenwerking goed aan te kunnen gaan. Als je dan kijkt naar hoe verder, specifiek voor MDO Groenewoud, is het zo dat de professionals heel erg nog vooruitkijken van nou, hoe kunnen we nog verder ontwikkelen. Welke screening zouden we bijvoorbeeld aan het begin nog beter kunnen inzetten om te kijken van welke cliënt, vanuit het medisch domein gesproken cliënten, gaan wij wel of niet bespreken in dat MDO. Het AVG blijft voor ons wel ook nog een dingetje. Hoe maken we het zo makkelijk mogelijk om met de betrokken professionals te overleggen? Maar vooral ook, hoe gaan we de cliënten uiteindelijk betrekken in dit MDO? Want dat zou natuurlijk het allermooiste zijn, dat dat gesprek niet over de cliënt plaatsvindt, maar juist met die cliënt of burger in het middelpunt. En natuurlijk ook de familie en mantelzorgers die daar omheen staan. Heb jij nog aanvullingen daarop, Mariana? Nee, is heel helder. Nou, ja. Dan hebben wij nog een leuke vlog van een van onze professionals betrokken in de pilot. Die jullie uit eerste hand zal vertellen wat haar ervaringen zijn inmiddels met de pilot. Kun jij ons iets vertellen wat typisch is aan deze wijk? Wat typisch aan deze wijk is dat er veel mensen wonen, achterdochtig zijn, de hart op de tong hebben liggen en graag heel veel van duidelijkheid houden. En eigenlijk houden ze niet zo van buitenstaanders. Kijk, dat is nog eens een heldere weergave. En als je dat zo vertelt, hè, en ik vraag aan jou, maar wat is dan eigenlijk hetgeen wat je niet moet doen, hè, vanuit het zorg- en dienstverleningslandschap? Wat is niet zo handig om te doen? Zeggen dat ze dingen moeten doen, dat doen ze niet. Als het iets moet, dan doen ze het niet. En je moet echt het vertrouwen opbouwen. En je moet eerlijk zijn en je moet iets voor hun kunnen betekenen, want anders dan haken ze af. En dat vertrouwen opbouwen, kan je daar iets meer over vertellen? Wat betekent dat dan? Want het klinkt zo eenvoudig, maar hoe doe je dat in de praktijk? Veel onder de mensen zijn. Altijd aanwezig zijn en als er iets is, dat je daar gewoon met hun samen oppakt. En altijd eerlijk, nooit iets. Als je één ding achter de rug doet van de mensen hier, dan zijn ze klaar met je en dan laten ze je nooit meer binnen. Want op hulpverlening zit ze echt niet te wachten, maar ze hebben het wel nodig. Nou, wat ik fijn vind aan deze aanpak is dat het... Bijvoorbeeld vorige week is er een meisje het ziekenhuis ingegaan met een blinde darmontsteking. Maar 4 dagen later kwam ze naar buiten met een baby. En morgen zitten wij samen met de ouders en mensen vanuit de hulpverlening, maar ook het sociaal wijkteam, medisch maatschappelijk werk, het jongerenwerk. Wij zitten met z'n allen om de tafel om deze situatie gewoon in kaart te brengen. En te kijken van nou, wat kunnen we nou bieden voor ouders en het kindje. Dat is natuurlijk super fijn. Maar ook heel erg fijn is als ik met een jonge moeder zit en die moet naar het consultatiebureau, dat ik gewoon iemand kan bellen van het consultatiebureau van hey, ik wil morgen langskomen met de jonge moeder en het kindje. En dat is dan gewoon mogelijk. Dat is het fijne van deze aanpak. De lijntjes zijn gelukkig heel erg kort. Dankjewel. Oké, dankjewel. Mariana en
Annelies. Dankjewel. Heel mooi om echt uit de praktijk, echt zeg maar voeten in de klei, om echt te horen hoe het er dan hier in Tilburg ook aan toe gaat. Dus ik denk dat we een heel mooi scala hebben gezien van zowel nationaal en meer vanuit een andere regio, monitoringgegevens, wat je daarmee kan doen en ook hoe je dat kan verbinden naar lokaal en hoe het hier in Tilburg aan toe gaat. Dan denk ik dat we nu eraan toe zijn om te kijken naar wat meer vragen. Informatieve vragen, wat ik hier zie is, je noemde net AVG als toch wel een lastig punt. En er wordt hier gevraagd, tegen welke specifieke AVG-kwesties zijn jullie aangelopen? En hoe heb je die hier in Tilburg dan opgelost? Kun je daar iets meer over zeggen? We bespreken de cliënten helemaal aan het begin van hun zwangerschap. En in principe hebben we vanuit de geboortezorg niet per se het recht om dat maar te bespreken met bijvoorbeeld de nulde en de eerste lijn. Dus wat we nu hebben gedaan is het ontwikkelen van een toestemmingsformulier waarbij elke zwangere uit deze wijk het toestemmingsformulier wat er al was is uitgebreid met de partijen die ook binnen het MDO aanwezig zijn. En dus er wordt aan hen letterlijk gevraagd bij de intake door de verloskundige of zij ermee akkoord zijn dat de gegevens worden besproken met deze partijen. Dus dat is wel waar we nu, zoals we het nu doen, maar we hebben natuurlijk de casuïstiek kan soms ook andersom ingebracht worden. Het grootste gedeelte komt wel vanuit de verloskundige, maar er zijn ook situaties waarbij juist de jongere werker zegt, goh, ik maak me zorgen over iemand, ja dan wordt dat meteen weer wat ingewikkelder. Dus dat zijn de vervolgstappen die we nog met elkaar willen maken. Ja, dus daar wordt nog aan gewerkt, zeg maar. Ja. Maar er is al een pragmatische oplossing voor een groot deel van die kwesties gevonden. Ja. Dat is heel mooi. Ik weet niet of daar in Rotterdam, of dat op dezelfde manier mee wordt omgegaan. Ja, in alle gemeentes, dus niet alleen in Rotterdam, wordt er wel op een andere manier mee omgegaan. Het ligt ook aan hoe dingen georganiseerd zijn. Hè? Dus op momenten. Het lijkt wel een groot knelpunt. Ja, het is echt een knelpunt. Soms is knelpunt. Ik vind zelf dat we er nu iets relaxter mee omgaan dan toen de AVG net werd ingevoerd. Toen mocht echt helemaal niks. Ze mochten bij wijze van spreken binnen het grote Erasmus al niks delen. En ik denk dat dat in andere ziekenhuizen ook zo was. Nee, maar dat is wel, het wordt ook overal genoemd. En alle VAROS ondersteunt die 275 gemeenten. Het idee van kansrijke start en lokale coalities verder te brengen. Het is overal een aandachtspunt. Ja. Ja. Belangrijk aandachtspunt om het straks toch door te laten gaan. Ja, ja. En soms wordt het ook echt heel moeilijk gemaakt. Soms zijn er gewoon pragmatische oplossingen, maar op het moment dat je met meer partijen werkt, ja, iedereen moet dat dan ook binnen zijn eigen organisatie regelen. Dus ja, goede voorbeelden zijn echt precies. Heel belangrijk. Goed om die uit te wisselen. En Jeroen, is daar op nationaal niveau nog iets over te zeggen? Over die ook daar zit natuurlijk AVG? Nou ja, uiteraard. Het is een heel belangrijk thema. Maar daar zit natuurlijk wel koud watervrees van wat mag nou wel, wat mag nou niet. De AVG is toch, even in mijn woorden, behoorlijk grijs op een aantal onderdelen. Wij kunnen natuurlijk niet voor 170.000 zwangeren in Nederland met een informed consent briefje langs gaan. En dan hangt het eigenlijk, mijn stellige overtuiging is ondertussen dat het afhangt van, nou ja, goed, de desbetreffende jurist van de organisatie waar het om draait, wat zij vindt, wat wel of niet mag. En daarmee kom je natuurlijk wel een beetje een soort loterij terecht, of dingen wel of niet kunnen. En ik schat in dat dingen in Rotterdam wel kunnen en in Tilburg niet of andersom. Vanwege het feit dat uiteindelijk de AVG grijs is in haar interpretatie. En is een jurist vanuit de desbetreffende organisatie risicomijdend, ja, dan zal ze aan de veilige kant gaan zitten. Daar zullen andere, dus de FG's en juristen daarin spelen een belangrijke rol. Ja. Wij denken wel in het kader van wetenschappelijk onderzoek dat er een aantal dingen gewoon mogen. De check and balances zoals wij het nu hebben, zeg maar, met een trusted third party als CBS. Dat daar eigenlijk alle
alle waarborgen, dat wij dat heel goed op papier hebben via CBS, dat dat gewoon eigenlijk wel goed gaat. Ook dingen die wij in onze analyses doen, voordat wij met figuren en tabellen zeg maar, die uit de beveiligde omgeving kunnen halen, moeten wij die nog in de output zetten, zoals het dan heet. En heeft CBS 4 dagen de tijd om te kijken in hoeverre daar een onthullingsrisico is. Dus is die identificatie. Het gaat wel heel erg in de details. Ja, maar daar hebben we het wel over. Ja, precies. En ja, dit soort dingen. Vertrouwen komt te voeten, gaat te paard, zeg mijn oude vader. Ja. En als we dit eenmaal fout doen, dan eigenlijk dan ligt heel duidelijk. Ben je nog veel verder weg, verder van huis. Oké, dat is voor het onderzoek, dat is belangrijk. Maar uiteindelijk wil je natuurlijk ook vooral in de hulpverlening dat het goed opgelost wordt. Dus ook dat moet denk ik landelijk wel aandachtspunt blijven. Hoe ga je daar goed mee om? En dat het ook niet overal in de ene gemeente zo en in de andere gemeente weer zus is. Want dat, en dat zou je met elkaar denk ik willen oplossen, dat dat op een goede manier overal gebeurt.